Bij ons de centrumleider van Gentbrugge. Normaal gezien vandaag moet het hier op de kop lopen zijn. Ja, dat klopt. Normaal gezien, wij zijn een centrum dat bruist van activiteit. Heel veel mensen die hier zijn, hier achter mij, petankepleinen, ja, die liggen nu vol met sneeuw. Maar normaal gezien zijn daar mensen aan het spelen, ook binnen in ons centrum. Heel wat activiteiten, een cafetaria vol met mensen, een lach en een traan. Maar op dit moment ja, is het inderdaad heel rustig hier binnen. Maar hier buiten zijn we wel enorm actief. Want wij gaan echt bij de mensen thuis, mensen die het wat moeilijker hebben. En dan voornamelijk alle mensen in de wijken Gentbrugge en Oud-Gentbrugge. En nog meer voornamelijk bij de ouderen, de 55-plussers. Ja, en die kunnen nog altijd een beroep doen op ons. Ja, voor van alles en nog wat. Wat kunnen de mensen hier eigenlijk doen? Ik zeg me bijvoorbeeld iets, ik kan niet biljarten of ik kan niet kaarten. Ja, ben ik hier eigenlijk dan nog welkom? U bent hier enorm welkom. Wij hebben voor iedereen wel iets. Hè. Dus het begint met gewoon een pot koffie komen drinken. Maar het gaat dan naar heel wat activiteiten. We hebben bewegingsactiviteiten, gaande van Zumba, Tai Chi, line dance. Er zit echt wel iets tussen voor u. Ook meditatieve activiteiten. We hebben heel wat creatieve activiteiten. Mensen die met olieverf, Tiffany lampen ontwerpen en ontwikkelen. We hebben... ik kan het zo gek niet bedenken. We hebben inderdaad die biljartruimte. We hebben ook heel wat lessen. Computerlessen, taallessen. Echt voor elk iets. En ik zou zeggen, spring zeker eens binnen bij ons. Want naar activiteiten toe ga je zeker uw ding vinden. We zien hier een heel mooie versiering. Alles staat in het teken een beetje van Valentijn. Maar het gebeurt eigenlijk nu spijtig genoeg niet binnen. Er waren ook speciale acties dat jullie deden. Kan je even iets meer zeggen over jullie project? Ja, de bedoeling is, wij doen dikwijls ludieke acties. En dat is voor de buurtbewoners wat te activeren en te animeren. Dus nu met Valentijn hebben wij een actie gedaan. Wij hebben een brief gestuurd naar de buurtbewoners. En de bedoeling was eigenlijk dat zij daar hun hartverwarmende wensen op schreven. En dat briefje, dat postkaartje terug bij ons binnenbrachten. Wij hebben 145 kaarten teruggekregen en de bedoeling was aanvankelijk om die kaarten aan een ballonnen te hangen en die ballonnen te laten vliegen en dan de verste ballon ging een prijs winnen. Maar doordat we dan reacties gekregen hebben rond milieuvriendelijkheid, hebben we de actie aangepast en worden nu de kaartjes in een grote bokaal gestoken. En worden er twee winnaars gekozen. Dan mag Valentijn, dat is Valentijn, ja. De eerste naam van een winnaar of winnares trekken, ja. Uit Gentbrugge of uit Gentbrugge. En... hij mag kiezen, het ene kom, de andere kom is voor Valentijn. Yep. Winnares van vandaag wenst allen een goede gezondheid en veel vreugde, ondanks het vervelende beestje corona. Hallo, ik stuur je hierbij nog veel goede moed in deze moeilijke tijden. Wij vechten allemaal samen voor onze vrijheid. Om iets lekker te genieten van al wat we zo graag doen en beleven. Hou vol.